Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen, Leonie. Wordt het weer zo'n mooie dag? Het wordt zeker weer zo'n mooie dag. We hebben een hele mooie, zonnige, herfstachtige dag in het vooruitzicht. De temperatuur wordt wel iets kouder, maar de windkracht die staat zwak. Dus in principe is de temperatuur dan nog prima vertoeven buiten. En op de weg, daar ziet het er ook nog redelijk zonnig uit, behalve op de A73. Maar daarover zometeen meer. Weer en verkeer. Nou, we zien een mooie herfstachtige dag tegemoet. Af en toe zon en het blijft op de meeste plaatsen dan ook droog. Alleen in het noorden van het land daar zien we zo meteen op de buienradar wel wat buitjes. Maar eerst even naar de weg. Want op de weg ziet het op dit moment ook redelijk zonnig uit. Behalve op de A73. We zien hem helemaal onderop in het kaartje. Richting Nijmegen, daar is bij Venray vanochtend vroeg een vrachtwagen met graan gekanteld. En daarom is de oprit naar het tankstation Wust afgesloten. Ja, dat levert nog geen file op dit moment. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Hagenstein en Houten is de spitsstrook afgesloten. En dat komt omdat ze daar een taxcar hebben laten staan. Die gaan ze, als het goed is, in de ochtendspits nog weghalen. En dan nog naar het spoor, want daar is het mis tussen Hoofddorp en Leiden Centraal. De vertraging kan oplopen tot een uur. Er rijden daar minder treinen door een wisselstoring. En als we kijken op de buienradar, zien we dus dat er over het noorden van het land nog wat kleine buitjes trekken. Maar op de meeste plekken in het land zal het vandaag gewoon lekker droog blijven. Er staat een zwakke wind. En met een temperatuur van 14 graden is het prima vertoeven. En heeft u nou nog een mooie herfstachtige foto? Dan mag u die sturen naar tips@vandaagdedag.nu.